Hoi allemaal, wat leuk dat jullie kijken. Joenie, ik heb Urker kleren aan. Super cool, Roderick. Ziet er prachtig uit. Ja, want gisteren was het Urker dag, hè? En als het dus zondag is, dan hebben altijd heel veel mensen ook Urker kleren aan. Nou, super cool. Hé, want het is Pinksteren, hè? Ja. En daar gaan we vandaag meer over horen, wat er dan gebeurt. Maar eerst gaan we lekker een liedje zingen. Ja, zingen jullie mee? Sta eens even op als je Jezus liefhebt. Sta eens even op als je van hem houdt. Laat eens merken, laat eens merken dat je van hem houdt. Geef elkaar hand als je Jezus liefhebt. Geef elkaar hand. Weten jullie nog van hemelvaart, toen de Heer Jezus naar de hemel ging? En hij liet de discipelen alleen achter. Ja, dat was zielig. Ja, maar hij had ook iets beloofd, hè, Roderick? Ja, er zou iemand komen. Iemand die de discipelen gaat helpen. Klopt. En we horen vandaag wie dat is en hoe dat precies ging. Oké, cool. Roderick, heb jij wel eens de regen gezien buiten? Ja. Jullie ook, kinderen? En wat gebeurt er als je in de regen staat? Nou, makkelijk toch? Dan word je nat. Dat klopt. Dus wij kunnen de regen zien en ook voelen op onze hand of op je hoofd. En het zonnetje dan, Roderick, heb je die wel eens gezien? Ja, die schijnt nu ook. Hebben jullie de zon ook wel eens gezien? En kunnen we de zon ook voelen, Roderick? Ja, je kan lekker in de zon zitten, dan krijg je het lekker warm. Klopt. Roderick, heb je de wind wel eens gezien? Nee. Hebben jullie de wind wel eens gezien? Ik niet. Nee, want de wind kun je niet zien. Nee. Maar soms waait het wel heel hard, dan gaat wel allemaal dingen bewegen. Ja, dat klopt. De wind kunnen we niet zien, maar we kunnen wel zien dat er door de wind dingen in beweging komen. Zoals bijvoorbeeld je haar. Kijk maar eens. Zie je dat? Ons haar gaat lekker wapperen. Ja. Dus we kunnen de wind niet zien. Maar we kunnen wel zien dat de wind dingen in beweging zet. Maar jullie, waar is dit voor? Nou, vandaag in een verhaal gebeurt er ook iets met een hele harde wind. Wow, cool. Wil je het vertellen? Tuurlijk. Ga je meeluisteren? Jullie ook? Weten jullie nog, toen Jezus bij zijn discipelen was en hij zei dat hij weg moest gaan? Jezus ging terug naar de hemel, naar zijn vader. De discipelen vonden het niet zo leuk. Ze waren best wel verdrietig. Waarom moest Jezus nou weggaan? Maar Jezus had iets beloofd. Hij zou iemand sturen die in hun hartje kwam wonen en die ze ging helpen. De discipelen moesten in Jeruzalem wachten op de Heilige Geest. Maar in Jeruzalem kwamen nog veel meer mensen, want het was feest,
Het was Pinksterfeest. En over de hele wereld, uit allemaal landen, kwamen mensen naar Jeruzalem toe. De discipelen zaten in de tempel te bidden met elkaar en te wachten op de Heilige Geest. Plotseling kwam er een harde wind vanuit de hemel. De deuren begonnen te klapperen en hun haren gingen helemaal wapperen. Ze schrokken. Wat is dit nou? Plotseling kwamen er vlammetjes op hun hoofd. Ze stonden niet in de brand. Nee, er kwamen gewoon zo vlammetjes boven hun hoofd. En dat betekende dat de Heilige Geest in ze was gekomen. Wauw, wat bijzonder. De harde wind was dus de Heilige Geest. En die was nu bij hun. En daarom kwamen die vlammetjes. De discipelen waren heel blij. En ze dansten en ze gingen zingen. Maar alle mensen in Jeruzalem, die hoorden ook die harde wind. En snel kwamen ze aanrennen. Ze dachten, wat is hier aan de hand? En alle discipelen praten in één keer in een andere taal. Dat is gek. De een zei misschien, hello. En de ander zei, bonjour. Of, ni hao. De mensen vonden het heel gek. Ja, de discipelen gingen in één keer in een andere taal praten. Dat klopt toch niet? Misschien hebben ze wel te veel wijn gedronken. Dan ga je ook raar praten, zeiden de mensen. Maar dat was niet zo. Nee, de discipelen hadden de Heilige Geest gekregen. En daarom spraken ze allemaal in een andere taal. Al die mensen die over de hele wereld kwamen, die konden allemaal de discipelen verstaan. Want Jezus wil graag dat iedereen over de hele wereld hem leert kennen. Dat we iedereen over Jezus kunnen vertellen. Wow, dit was cool. Ja, Roderick. Maar vraag je, waren de discipelen echt dronken? Nee, dit komt door de Heilige Geest. Klopt, Roderick. Want Jezus wil graag dat iedereen hem leert kennen. En daarom moeten wij iedereen over Jezus vertellen. Ja, maar Johnny, de Heilige Geest kun je dus niet zien. Nee, Roderick, weet je nog van net, die wind? Die konden we ook niet zien. Maar dat zette ons haar wel in beweging. Ja, dat is wel cool, Johnny. En wij moeten dus mensen vertellen over de Heer Jezus. Klopt, Roderick. En de Heilige Geest wil ons daarbij helpen. Die wil ons heel veel dingen leren. Echt, wat dan? Zing maar mee met de volgende. Liefde blijft staan. Geest zet ons in beweging. Wij moeten ook in beweging komen. In beweging? Ja. Oh, maar ik weet wel hoe dit moet. Echt? Vertel. Nou, kom maar mee. Weet je, ja, Johnny, voor jou moesten we bewegen. Dus ik heb je een film gebeld voor Move to Move. Leuk, hè? Hey, ja. Dag Roderick. Hey, je Willem. Leuk dat je er bent. Ja, hè?
Jij wou graag bewegen, toch? Ja, dat ging jullie vertellen dat we moesten bewegen. Nou, dan gaan we zo even lekker op een grasveldje sporten. Wil je dat? Ja, leuk! Maar Roderick, ja? Ik zie wel dat jij een Ajax-shirtje aan hebt. Ja, goed hè? En iedereen bij mij met een Ajax-shirtje moet eerst 10 keer opdrukken. Dus ga je gang. Nee, want ik ben voor PSV. Oh, wat zwaar. Oh. Nou, stop maar, Roderick. Stop maar. Oh, gelukkig. Roderick, we gaan zo sporten, maar eerst iedereen thuis moet ook meedoen. Ja, staan. Vaders, moeders, kinderen. Roderick, let op. Je moet zo staan en dan tel ik tot 5. En daarna tel jij tot 5 en dan gaan we steeds dieper. Oké. 1, 2, 3, 4, 5. Ietsje dieper. Kom maar, Roderick. 1, 2, 3, 4, 5. En nog iets dieper. 1, 2, 3, 4, 5. En nog iets dieper. Ik zit al. Goed. Hey, Roderick. Ik bedenk me net iets. Wat doe je? We zijn vergeten om te bidden. Te bidden? Ja, normaal doe ik altijd voor een training een gebed. Zullen we dat doen? Ja. Oké. Lieve Vader in de hemel, dank u wel dat we lekker samen mogen trainen met dit prachtige weer. En we zegenen deze training in Jezus' naam. Amen. Amen. Oké, bid nu je bidden. Nou, we gaan de volgende oefening doen. Even met alleen je linkerarm. Oké, ja? Dat kan ik. Alleen met je linkerarm, let op. Je houdt hem op je buik. En dan brengen we hem omhoog. Oh jee. En als je omhoog gaat, breng je ook je handen in de halleluja stand. Prijs de Heer. Ja, prijs de Heer. Daar gaat hij. En 10 keer. 1, 2. Ja, jij telt. 3, 4, 5, 6, 7. Goed zo, jongen. 8, 9, 10. Jij kan zo bij mij gaan werken. Oh ja, leuk. Top. Rick en Jannie, we gaan planken. Oké. Okay. Dus dat moet je op je ellebogen. En dan je knieën van de grond af. Klaar voor Roderick? En daar gaat hij. Ja. Jannie, jij begint tot 5. 1, 2, 3, 4, 5. Roderick, kom maar. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Roderick? Ja. Lig jij op de grond te chillen? Ja, sorry, ik had geen zin in Willem. Ja, sorry, Willem. Ik dacht ik ga even chillen, want ik was zo moe. Nou, weet je, op het eind gaan we altijd lekker stretchen. Dus dan gaan we dat nu doen. Nee. Ja? Ja. Oké, ga maar op je gat zitten. Oké, en dan ga je naar voren met je handen op je voeten. Goed zo, Roderick. Ja, goed ik. Zo. Ja? En weer terug. Goed zo. En de volgende oefening. Is je arm voor je lichaam langs, goed zo. En adem in. En adem uit. Goed zo. En de andere. Ja. Oké, super gedaan, Roderick. Ik vind het heel leuk, je bieden. High five. Dit was een goede training, hè? Ja, lekker, hè? Ja. Maar Roderick, waarom hebben we dit nou gedaan? Nou, jij zei dit, we moesten bewegen. Ja, maar ik bedoelde niet op deze manier. Ik bedoel in beweging komen voor Jezus door de Heilige Geest. Oh, weet jij hoe dit moet je willen? Jazeker. Dat is dat je je laat leiden door de Heilige Geest. Dus dat je bijvoorbeeld bidt en dat je vraagt of Hij je wil helpen. Oh, dus dit is eigenlijk helemaal niet nodig. Nee, niet op deze manier. Maar het is wel leuk, hè? Ja. En eigenlijk hebben we ook wel een beetje voor Jezus gedaan. Voor het weg gingen we ook bidden. Ja, dat is zo. Top box. Ja. Doeg, tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Doei. Doei. Sorry, Johnny. Ik dacht in beweging komen dat we toen moesten bewegen. Geef niks, Roderick. Het is ook wel een beetje lastig, maar ik zal het uitleggen. Toen Jezus naar de hemel ging, heeft Hij ons iets beloofd. Ja, dat Hij ook weer terug zou komen, hè, op een dag. Klopt, Roderick. Maar Jezus komt pas terug als alle mensen over de hele wereld van Hem gehoord hebben. Oh, maar dit zijn denk ik wel 1.103.000 mensen. Dit is wel heel veel. Ik denk dat er nog wel meer mensen zijn op de wereld. Wauw, veel. Ja, en al die mensen moeten over Jezus horen. Daarom moeten wij in beweging komen.
Wij moeten ook vertellen over Jezus, zodat iedereen hem leert kennen. Wauw, maar hoe kunnen we dat doen dan? Dit kan nooit, zoveel mensen. Ja, maar daarom heeft de Heer Jezus de Heilige Geest gestuurd. En die wil ons helpen om het goede te doen en over Jezus te vertellen. Kijk maar eens mee naar dit proefje. Dat rode zijn wij, de mensen die Jezus al kennen. Maar zoals je ziet, zijn er ook nog heel veel mensen die Jezus nog niet kennen. De Heilige Geest komt in je hartje om je te helpen over Jezus te vertellen. Als de Heilige Geest in je komt, zet hij je in beweging en helpt hij je om alle mensen over Jezus te vertellen. Zo leert iedereen Jezus kennen. En als iedereen Jezus kent, dan komt Jezus terug. Dit was een cool proefje. Ja, hè? Maar wij moeten dus ook over Jezus vertellen. Hé, daar weet ik een leuk liedje van. Zullen we die zingen? Ja, leuk. Vertel het aan de mensen wie liefde heeft. Jezus. Vertel het aan de mensen wie vrede geeft. Jezus. Vertel het aan de mensen dat Jezus leeft. Vertel het aan de mensen. Want iedereen. Want iedereen moet weten wie liefde heeft. Jezus. Want iedereen moet weten dat Jezus leeft. Want iedereen moet weten wie vrede geeft. Vertel het aan de mensen. Vertel het aan de mensen wie liefde heeft. Jezus. Vertel het aan de mensen wie vrede heeft. Jezus. Vertel het aan de mensen dat Jezus leeft. Vertel het aan de mensen. Dat was een leuk liedje, Roderick. Ja! Hé, maar Roderick, wij moeten ook over Jezus vertellen. Hoe kunnen wij dat doen? Misschien zingen. Goeie, maar dat kunnen niet zoveel mensen horen. Nee, dan moet je heel hard zingen. Ja, misschien is er ook nog wel iets anders. Hé, Johnny, ik weet het! Wat dan? Nou, onze video's vertellen toch ook over Jezus? Ja, als iedereen die nou bekijkt, dan weet iedereen over Jezus. Goeie, Roderick. Maar misschien kijkt niet iedereen onze video's. Oh, nee. Ik weet wel iets. We gaan iets maken wat we op het raam kunnen plakken of schilderen. Ja, als dan iedereen die langsloopt of voorbij rijdt, die kunnen dat dan zien. Ja, cool. Zo kunnen we over Jezus vertellen. Precies. Kijk maar mee hoe we dat kunnen doen. Toen Jezus naar de hemel ging, heeft hij beloofd dat de Heilige Geest zou komen. En die gaat ons helpen om alle mensen over Jezus te vertellen. We hebben een manier bedacht waarop wij aan heel veel mensen kunnen laten zien dat Jezus van ze houdt. Wij gaan namelijk een heel groot hart verven op het raam. Net als met Pasen, toen heel veel mensen een kruis hadden gemaakt. Wij maken nu het hart. Je kan natuurlijk ook een hart knutselen van papier, maar wij gaan hem lekker groot verven. Thank you.
Gelukkig maar, Roderick. Ja, en echt een cool verhaal. Toen er de wind kwam en toen vlammetjes op hun hoofd. En nu dat de Heilige Geest in je hartje woont. En dat je iedereen over Jezus moet vertellen. Precies, Roderick. Goed opgelet. Hey, zullen we nog het laatste liedje zingen? Zingen jullie mee? De Heere zegent jou en Hij beschermt jou. Hij schijnt zijn licht over jouw leven. Hij zal genadig zijn en je dichtbij je zijn. Hij zal zijn vrede aan je geven. Ja. De Heere zegent jou en Hij beschermt. Tot volgende week. Doei.